Is het niet vreemd? Als we een aantal jaren geleden geen verbouwingsplannen hadden gehad, dan was die hele versterkingsoperatie waarschijnlijk aan ons voorbij gegaan. Niet dat we er spijt van hebben, nee, want ondanks al het gedoe en gezeik, of misschien juist daardoor, hebben we nu perspectief op een nieuw huis. Maar als we die plannen voor die verbouwing niet hadden gehad, was het risico dat we liepen en lopen op een aardbeving net zo groot geweest, maar zonder het perspectief op een nieuw sterk huis. We weten van veel mensen waarvan het huis versterkt gaat worden of gesloopt en nieuw gebouwd. Maar we weten van nog veel meer mensen waar niets gebeurt en waar ook geen plannen voor zijn. Wat gaan we met deze ongelijkheid doen? Leendert Klaassen, de onafhankelijk raadsman, zat vorig jaar op deze plek en hij waarschuwde er al voor. En we zien nu dat probleem levensgroot op ons afkomen. Minus Valdo!